Hallo dames en heren, tof dat jullie kijken naar deze video. Vandaag laat ik mijn settings zien en alles wat ik nu heb. En we gaan beginnen bij mijn building sensitivity en alles. En dan kunnen jullie net zo goed worden als ik, als jullie dat willen worden. Ik heb gewoon normaal ik heb normaal wat? Ik heb dus zeg maar normaal dit en zo. Dus zeg maar. Oké, dus laten we beginnen bij mijn sensitivity. Dit is mijn normale sensitivity. Ho, ik zal hem even op de gelijk de, een beetje gelijk zetten. Dit is mijn normale sensitivity en we laten beginnen met hoe snel ik bouw. Dan ga ik even. Ga ik helemaal naar boven tot max height en dan staat daar dan zo'n timertje. Doen we even. Dadelijk mensen, klik de video niet weg, want dadelijk laat ik alles er zo zien. Dus dan. Nou, iets langer toch? 10 minuten. Oké. Werkt die? Oké. Ah, kak. Ah. Kijken hoe lang wij dit doen om over boven terug te komen, oké? Dan gaan we binnen. 3, 2, 1, go. Oh ja, kijkers, ik heb bijna de 40 abonnees. Dat zou echt heel chill zijn als we dat zouden kunnen halen. Like alvast deze video als jullie dat nog niet hebben gedaan. En als jullie weten wat mijn record kill game is. Ik zeg je al, het begint met een 1 en het eindigt nog ergens op. Het is binnen een 20-tal. Oh ja, even dat jullie het weten, jongens. Ik deed. Gaan we even terug naar beneden. Ja, dit telt niet, jongens. Maar dit is ongeveer 5 seconden tijd. Dus hij. Jongens, mijn record. Dit is mijn record dus. Hij begon op 9 minuten, had ik hem gezegd. 10 minuten duurt het om naar beneden te vliegen. En hey, 10 seconden, wat zeg ik, joh. Maar. Dat dus dan is mijn record een minuut om zo naar boven te gaan. Dus niet heel lang. Kijkers. En ik heb mijn pickaxe niet op driehoekje staan, als jullie dat weten. Maar op mijn map. Ja, kut, even. Dit zijn mijn controllers sinds. Hoe heet dat? Reaper.
Oké, okay, maar kijkers. Als jullie deze video leuk vonden, vergeet niet te liken en te abonneren. Maar dit is dus zeg maar mijn sensitivity. Peace out.